Regionaal patriotisme, een toonbeeld van eenheid, een startpunt voor de eigen geschiedschrijving. Zo wordt het boek Gekocht en betaald, Wie bij wie pay, van Erwin Vient getypeerd. De Paraan Vient is in het dagelijks leven bestuurder in het stadsdeel Zuidoost in Amsterdam, Nederland. Speciaal voor de presentatie van zijn historische roman over de plantage Onverwacht, reisde hij onlangs af naar Suriname. Een verslag van Sam Jones. Erwin Vient weet met zijn boek Gekocht en betaald, Wie bij wie pay, de Paranen in beweging te krijgen. Dat blijkt op de presentatie onlangs in multicultureel centrum Para in Onverwacht, waar hij met enthousiasme werd ontvangen. Ik was toch wel blij verrast. Dat had ik niet gedacht. Het enthousiasme, de districtscommissaris, onderdirecteur van cultuur. Ik was wel blij verrast. Ik ben ook een zoon van Para. Want dat waren daadkrachtige types die hun bezit wouden veiligstellen. Want die plantage, beschrijft u in het boek, zou worden verkocht. Ja, gekocht en betaald gaat over koop van de plantage Onverwacht in het district Para. Door voormalige tot slaaf gemaakte. Wat is de betekenis van dit boek van Erwin Vient voor Suriname? Kijk, in de eerste plaats is het een bewijs, is een stuk regionaal patriotisme. In de eerste plaats. Maar voor de historie en de geschiedschrijving is het enorm belangrijk. Waarom? Omdat het een nazaat van de omgeving, van de regio is. Die op een gegeven moment de inspiratie gevonden en gekregen heeft om met zijn mensen te praten. Dus dat is een deel van die methodologie die hij heeft gevolgd. En dat op te schrijven. Voorheen ging het met name bij de voorouders om het gemeenschapsopbouw. Het gemeenschapszin stond centraal. En nu zie je steeds weer grond, het bezitten van grond centraal staan. En dat kan een bedreiging gaan vormen voor de toekomst van de plantage. U bent docent aan de universiteit en u doet iets met community development. Wat hebben we aan dit boek heden ten dagen hier in Parra? Nou, ik denk dus dat wat interessant is om verder te onderzoeken hoe vanuit de gemeenschap in andere plantages, met name de koop van de plantages, is voorbereid. Het geeft je daarmee inzicht in community life. Wat hebben mensen in Nederland aan dit boek? Ik denk op dit moment dat ze zien, want in Nederland wordt gezegd, we zijn geen eenheid. Maar dat ze kunnen zien dat onze voorouders de dingen wel gezamenlijk deden. En dat ze ervan kunnen leren. Dus ik denk dat Surinamers in Nederland, onze jongeren met name, want ik denk dat dit boek heel belangrijk is voor de volgende generatie. Dat ze kunnen zien hoe onze ouders het deden. Ze moeten veel te vaak horen dat zwarte mensen het niet kunnen. Dat zwarte mensen niks doen. Dat ze niks hebben gedaan. Maar dit laat zien, dit verhaal, laat gewoon zien. En dat betekent ook wat mevrouw Caprino gezegd heeft, ga schrijven. Ga schrijven over je eigen dingen. Had u niet graag gewild dat die man achter u ook aanwezig was om een eerste exemplaar te ontvangen? Belangrijk vind ik juist dus dat de gewone mens, ja, maar dat zou meer voor de symboliek, de ceremonie zijn. Je voelt je altijd geëerd natuurlijk als hoogste gezag dat boek in ontvangst neemt. Maar belangrijker is, want het is vooral ook geschreven voor de mensen en die waren aanwezig. U zag een reportage van Sam Jones over de boekpresentatie van de schrijver Erwin Vient, getiteld Gekocht en betaald, Wie bij wie pay in Para.